Hey kijkers, van dus David Games. Het leek mij wel leuk om eens een keer in te duiken op de nieuwste rage. En dat is natuurlijk de fidget spinners. Ik heb het alleen nog maar op 9gag gezien, een keer op een tweet van iemand. Maar ik als 32-jarige denk, ik ga eens even kijken wat de hype nou precies is. Dit is dus een soort van dingetje wat je ronddraait terwijl je het vasthoudt. En dat draait dan hier omheen. En dat als je het dan heel snel ronddraait, dan... We gaan gewoon even kijken. Sta hier op de eerste beste website als je fidget spinners intypt. En tering, wat zijn die dingen duur. Blijkbaar. We gaan even de vetste uitzoeken. Wat dacht je daarvan? Voor de mensen die zeggen van, ja, we weten wel lang dit, David, die zijn niet nieuw. Voor mij is het allemaal nieuw. We hebben hier eentje, die kost dus blijkbaar tussen de 8 euro en de 8,30. Dat is wel een beetje raar. Heeft dat te maken met wat voor een bearing selection je erin hebt? Waarom is dit zo duur? Oké, als ik hem nu gewoon bestel, wat kost die? Oh. We nemen de Hybrid Ceramic PTFE Cage met de Red Rubber Shields, Purple, Orange en white. En die is al 20. Waarom is die 20? Wat als ik zeg ik wil de Dark Wolf? Wat is die dan? 15! Het wordt steeds goedkoper. Ik moet trouwens zeggen, dit is wel echt een teringledelijk ding. Dus we gaan even mooier zoeken. Hebben we bijvoorbeeld hier, en die ziet er echt uit als een of andere ninja ster. Ziet er heel erg dodelijk uit. Honestly, als je die ronddraait, dat wil toch... 1, het wil toch niet? En 2, als je dan je vinger tegenhoudt om te stoppen, doet het toch kapot veel pijn. Dit is toch gewoon een moord. Dit is toch gewoon een moordwapen dit. Het zou toch niet legaal moeten zijn op school. Dit is gewoon letterlijk belachelijk. Ergens heb ik wel sterk het idee dat ik ook zo'n fidget spinner wil kopen. Want het is eigenlijk toch best wel heel erg stoer. Holy shit, eentje met 6. Oh, dit is, ik dacht dat ze altijd met 3 waren, joh. Check dit. Dit ziet eruit als een of ander futuristisch spaceship. 42 euro. De vraag is, kan het nog duurder? We hebben hier bijvoorbeeld eentje met een soort van goudlaagje. En... Hey, double colored tri-bar fidget toy with caps. Ergens begin ik nou heel erg benieuwd te worden wat nou de allerduurste zou zijn die je zou kunnen kopen. En ik durf te wedden dat er vast ergens een of andere rijke Arabier is. Terwijl ik er even doorheen scroll. Oh, die is schattig. Er zal vast ergens een rijke Arabier zijn die er een van goud gemaakt heeft. Dat kan naast niet anders. Daar is er een van goud. Deze hier zo, maar die ziet er toch wat. Nee, dat is niet wat ik zoek. Ik zoek een duurdere. Ik zoek een... Juist! Een van aluminium, 70 euro. We gaan hem even bekijken. Maar wat is nou de fus? Want je draait hem rond en er zitten dan van die dingen in en dan... Ik snap er echt helemaal niks van. Oh my god, David, je moet er gewoon zelf een bestellen. Ik weet het, ik moet er gewoon zelf een bestellen. Oh, deze is ook gaaf. Wie van jullie heeft er thuis een fidget spinner? Als je er zelf eentje hebt of je bent er van plan om er letterlijk morgen een te kopen, laat even een like achter en vertel het mij. Want volgens mij is dit niet zomaar een hype en een rage, maar is echt letterlijk half de wereld met deze dingen bezig. Hier hebben we echt wel een beetje de Dinky Toys van de Indo Toys. Moet je kijken, joh. Gekke kleurtjes allemaal. Wel een mooi oliekleurtje. Wat is dit jullie favoriet? I don't know. Oh, deze is mooi. De Stainless Steel Swirl No Inserts. Vooral dat No Inserts erachteraan. Die vind ik mooi. Dat zou mijn fidget spinner moeten zijn. Dit was wel eens een beetje de hele collectie op deze website, dus we gaan even kijken naar een hele dure. Nou, we hebben hier de nummer 1, de Silver Fidget Spinner bij Sunitech. Die kost $460. Dat is kapot duur, ouwe. En dan hebben we hier ook een zilveren, met zo'n soort van, I don't know, ik weet niet wat erin zit. En die is maar liefst $339. Oh, en 250. En 200. En 190. Ik dacht dat ze echt veel duurder zouden zijn. Ik ben hier nou een video aan het kijken van een of andere dude die eentje heeft gevonden van 100.000 euro. Wat? Dan next up gaan we even kijken wat je allemaal kan met zo'n ding. En ik heb hier een video van een knul die er blijkbaar... Die doet het op zijn hand en dan pakt hij hem. Oh wacht, dan doet hij er een bord omheen of een pen eigenlijk. En dan, wat gaat hij doen? Hij gaat hem draaien. En dan draait hij op de pen. Nou, dat is toch eens even knap, zeg. Maar kun je hier echt uren mee vermaken? Is dit het? Deze gozer die draait hem om zijn handen heen. Hij heeft een hele rare zonnebril. Ja, oké. Ik weet niet wat je allemaal zegt, want ik heb de audio even gemute. Maar doe eens een truc. Ai, dit is wel dope. Hij doet er gewoon 3 op elkaar. Maar blijven die op elkaar dan... Oh, het ging fout. En dan ga je even googlen en dan kom je erachter dat blijkbaar fidget spinners 20 jaar geleden bedacht zijn... Voor kinderen met gedrags... Nee, met concentratiestoornissen. En zitten jullie allemaal mee te spelen. Blijkbaar krijg je er dopamine van op het moment dat je een lekkere spin hebt. En dat is hetzelfde als wat er in bananen en drugs zit. En Catherine Hetchinger uit Florida, die heeft 20 jaar geleden de fidget spinner bedacht. Als bezigheidstherapie staat hier. En blijkbaar had ze multimiljonair kunnen zijn, want voor €400 heeft ze het patent niet verlengd.
dan was ze nou echt kapot binnen. Is even een simpele vraag. Dan moet ik ook een fidget spinner gaan halen. Zo ja, wat vinden jullie een beetje bij mij passen? Of zeggen jullie zoiets van... Leo, David, als er derde geen fidget spinner zou zijn, dan zou ik die zo halen. Ik weet niet of dat kan. Laat dat maar even achter in de reacties. Als jij zelf toevallig weet hoe je hier hele leuke trucjes mee kan uithalen, vertel het mij dan eventjes. Want als ik hier binnenkort mee ga beginnen, dan wil ik natuurlijk wel de allerbeste zijn. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet even te abonneren op DDG voor alles met games, fun, onderwerpen als fidget spinners blijkbaar. En dan zie ik je graag bij de volgende video. Later!